Chansonnière Micheline van Houtem uit Frankrijk treedt vrijwel alleen nog op in grote theaters. Toch staat ze op 14 april op het muziekpodium in de Mariakapel. Voor de pauze brengt ze haar eigen Jacques Brel-programma en na de pauze worden de Brel-nummers gebracht die het publiek tijdens een concert in 2018 middels een vragenlijst aan haar heeft gegeven. De tweede editie van het Samenfestival vindt op zaterdag 20 april plaats in Aardbeienland in Horst aan de Maas, met een mengeling van muziek, sport, cultuur, eten en drinken. Er is een tentoonstelling, er zijn diverse podia en er zijn ambachtslieden op locatie aan het werk. Een zeer gevarieerd programma voor jong en oud, waarbij echt iedereen welkom is. Voor de tweede keer wordt op zaterdag 6 april de Durpse kroegentocht georganiseerd. Deelnemers zijn Café Den Terp, Café Le Veulen, Café Roulantia, Café 1878 en het Allemans Café. Er rijden iedere 20 minuten busjes tussen de diverse kroegen. Ook groepen kunnen deelnemen. Kijk op de Facebookpagina voor meer informatie. Het nieuwe album Arguments and Sentiments van Battersea is sinds kort te verkrijgen en zal op zondag 14 april officieel gepresenteerd worden. Je bent vanaf 7 uur van harte welkom bij Proeflokaal Goesting. In de voorstelling van muziektheater Carmina Ludens passeren vrouwelijke en mannelijke rolmodellen de revue. Luisteren, compassie en beleven spelen een rol in het allesomvattende schouwspel dat omlijst wordt door bekende composities en boeiende teksten. Op zondag 7 april vindt er een drumbandfestijn plaats op het Verenigingsplein bij het Pelgrimshuis in Smakt. De middag zal ingevuld worden door de drumbands uit Groningen, Holthees, Berselo en Zevenum. Voor ieder wat wils. Het wordt een waar spektakel, dus ben erbij. Toneelvereniging De Buunspeulers uit Wel brengen in dialect de voorstelling Een schat van een buste. Van de grootvader van Gerard is een buste gemaakt en na zijn dood heeft hij een plaats gekregen in de huiskamer. Zeker is dat grootvader zo zijn streken had. Zo zou hij hebben laten doorschemeren dat hij ergens in het huis een schat had verborgen. Die laatste melding heeft de familie jarenlang bezig gehouden. Was het een grap of niet? Vanaf 6 april tot en met 31 oktober is Museum De Peelstreek in IJsselstein geopend voor haar publiek. Er is veel te bekijken en te ontdekken over de Peelstreek, een bijzonder gebied dat grenst aan Venraai.